mama Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Het windkasteel. Peppa en haar familie gaan een dagje op stap. Peppa, George, vandaag gaan we naar het windkasteel. Wat is een windkasteel, papa? Een kasteel op een hele hoge heuvel. George is dol op kastelen. Een windkasteel klinkt meer als een saai iets voor jongens. Nee, Peppa, het is juist leuk. Je hebt een prachtig uitzicht vanaf het windkasteel. Je kan er zelfs het huis van oma en opa zien. Wauw, laten we gaan. Ik lees de kaart en mama Big zal rijden. Weet je het zeker, papa Big? Als jij de kaart leest, verdwalen we altijd en word je knorrig. We verdwalen heus niet. En ik word ook niet knorrig. Windkasteel, we komen eraan. Zijn we er al bijna? Nog niet. Oh. Heb je zin in een spelletje? Ja, leuk. Ik zie wat jij niet ziet. Oké, ik begin. Papa Big moet stiekem ergens naar kijken en de anderen moeten raden wat het is. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood. Rood? Mijn jurk, die is rood. Nee, het is niet je jurk. De auto. Dat klopt, onze rode auto. Nu ik. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is blauw. George een blauwe shirt? Nee. Is het iets in de auto? Nee. Geef je het op? Ja. De lucht. De blauwe lucht. Ik win. Papa Big, weet je waar we nu zijn? Ik weet precies waar we nu zijn. Hoewel deze weg nou niet echt lijkt op die van de kaart. Oh, papa Big. We zijn verdwaald. Helemaal niet. Hoe komen we dan vanaf hier bij het windkasteel? Nog eventjes kijken. Ik weet het. We bellen opa en oma. Het is heus niet nodig om ze te bellen. We komen bij het windkasteel. Al duurt het een week. Maar zoveel tijd is er niet. Hallo, met opa Big spreekt u. Opa Big, we zijn een beetje verdwaald op weg naar het windkasteel. Is papa Big soms weer aan het kaart lezen? Ja, papa Big leest inderdaad de kaart. En hij is een beetje knorrig op dit moment. Ik ben niet knorrig. Dit is de snelste route. Blijf de weg volgen, dan verschijnt het windkasteel vanzelf. Dank je, opa Big. We volgen de hoofdweg en kijken uit naar het windkasteel. Dacht ik al. Kijk, is dat het kasteel? Ja, het windkasteel. Kom op, auto. Kom op, auto. Je kunt het. Hoera! Peppa en haar familie zijn bij het windkasteel aangekomen. Wauw, wat hoog zeg. Laten we naar binnen gaan. Het uitzicht boven is fantastisch. Wauw! Wat een prachtig uitzicht. Mama, is dat niet opa en oma's huis? Ja, dat klopt. Het is zo ver weg. Laten we door de verrekijker kijken. Mag ik als eerste? Ja, maar daarna mag George ook kijken. Wauw! Door de verrekijker lijkt alles veel groter. Ik kan opa en oma zien. Kijk, George. Omi ik, opie ik. George zwaait naar oma en opa Big. Malle George. Opa en oma zijn te ver weg om jou te zien zwaaien. Wacht eens, we bellen ze op. Hallo. Opa Big, we kunnen jullie zien vanaf het windkasteel. Zwaai eens naar ons. Opa en oma zwaaien naar ons. Ik ben dol op het windkasteel.